National Geographic, Volkskrant, Trouw, binnen- en buitenlandse media buitelden over elkaar na de publicatie van een artikel door Hans de Kroon en zijn collega's, waarin zij stelden dat landbouwgif niet alleen maar slecht is voor bijen, maar ook voor vogels. Maar er stond grote paniek, maar wat was nou eigenlijk precies de strekking van het onderzoek en wat waren de resultaten? Daarover gaat Hans de Kroon, hoogleraar plantenecologie aan onze universiteit, dadelijk in 10 minuten gaat hij u daar alles over vertellen. Zover dat kan natuurlijk in 10 minuten. Daarna ga ik met hem in gesprek, zal ik hem vragen stellen en kunt ook u uw vragen aan hem richten. Maar allereerst gaan we luisteren naar Leon Wekker, polymoloog aan het SICOM. En zoals gebruikelijk heeft hij weer voor u een giftige column voorbereid. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. Ik wens u een inspirerende lunchpauze. Nou, het gif valt wel mee hoor. Dames en heren, het zit in de bodem, in het grondwater, het oppervlaktewater en in de lucht. Het is een kabaal van je welste. Een woedend gegons steeg op en verwerd tot een kwaadaardig geronk als van geallieerde luchteskaders die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse medemensen de groeten deden. Het is genoeg geweest. Zo werd er geroepen en ontworden en spandoeken stond geschreven. Weg met Bayer, weg met Syngenta, weg met de neonicotinoïden. Bijenvolkeren waren in hun geheel uit de kast gekomen en hieven luid de leuze: we steken ze dood, we hebben geen keuze. Een bij hoort erbij, werd gescandeerd, waarop aanwezige vogels in hun wiek geschoten erop wezen dat hun ei in deze historische rechten had. Pas toen een oude koningin naar voren trad en het woord nam, werd het stil. Het zei: wij zijn niet de enige, sprak ze, wijzend op een groot aantal vogels, zwaluwen, mussen, spreeuwen, patrijzen, grauwe gorzen en ringmussen. Alle graanetende akkervogels zijn slachtoffer alsmede. Regenwormen, vlinders, bacteriën, vissen en amfibieën, zei ze. De laatste twee hadden zich aan het wateroppervlak van een sloot verzameld. Die pesticidentroep, zo vervolgde de majesteit, is 5 tot 10.000 maal giftiger dan het verboden DDT. Kun je nagaan? Ik heb het nagegaan, riep een bijeneter. In mijn regio geen bij meer te bekennen. Er viel een hartverscheurende stilte. Bijeneters zijn de laatste die hier het woord moeten voeren, werd er geroepen. Weg met dat beest. De koningin kon met moeite de rust doen wederkeren. In sproeistof, bodembehandeling, via zaadcoating komt het kwaad tot ons, benadrukte ze. Die neonico's maken reeds 24% van de wereldmarkt voor insectoïden uit. De recht op gaanden, zoals wij bijen mensen plegen te noemen, spuiten het op fruit, mais, groenten, kool, sla, wortelen, sierplanten en grasvelden. Vele bijen sterven onmiddellijk of verliezen hun vliegvermogen, reukzin, weerstand tegen ziekten, geheugen, vruchtbaarheid of gaan minder fourageren. Een hommel bracht in het midden dat pesticiden ervoor zorgen dat de werkhommels minder groot worden. Ze worden kleiner, kunnen niet volgroeien, wat een groot probleem is. En dan dat Amerikaanse vuilbroed, werd in koor geroepen. Vertegenwoordigers van volkeren uit Hogezand, Sappemeer en Zuid-Laren melden dat inmiddels hele volkeren geliquideerd zijn en kasten vernietigd vanwege deze besmettelijke ziekte. Waar komt die vandaan, wilde de meute weten. Men wist het niet. Alleen dat Amerikaans vuilbroed altijd is nog kwalijker dan het Europese vuilbroed dat je overigens ook nog kunt oplopen. Wat kunnen we? Wat moeten we? Wat gaan we doen? Er werd besloten
tot het oprichten van een flitsnelle steekinterventiemacht richting bestuurders en aandeelhouders van zowel Bayer als Syngenta. En het uitsturen van een delegatie naar de voorzitter van de Europese Unie. De koningin had vernomen dat er in Brussel een bestuurswisseling had plaatsgehad en wilde de nieuwe ploeg meteen met de hoge nood van de bijenstand en andere door de pesticiden getroffen leefwezens confronteren. Bij aankomst in Brussel bleek dat de nieuwe voorzitter de bijentaal en overigens ook elke andere taal, behalve die van zijn moeder, niet machtig was. Zijn assistente voor buitenlandse zaken, die helaas geen enkele ervaring had en per ongeluk een paar delegatieleden onder haar hoge hakken plette, bood uitkomst. Een dansje maken, dat kon ze wel. En zo kon uiteindelijk, door middel van een cirkeldans linksom en rechtsom, aan de delegatie duidelijk gemaakt worden dat het Europees moratorium op de drie meest verfoeilijke pesticiden tot 2015 van kracht zal blijven. De voorzitter zei dat hij voor de bijen een heugelijke mededeling had en dat de pesticidenproducenten, de Duitse Bayer en de Zwitserse Syngenta, menen dat de huidige onderzoeken niet breed genoeg zijn en zij dus de effecten bij al die dieren die niet onderzocht zijn alsnog zullen nagaan. Wellicht denkend daarmee een eigen gelijk te halen en kennelijk niet op de hoogte van de uitspraak van ene Einstein, die luidt dat binnen 4 jaar na het uitsterven van de bijen ook de mensheid aan de beurt is. Terwijl de pesticidenproducenten verder lobbyen om langs gerechtelijke weg het moratorium van de Europese Unie ongedaan te maken, vloog de bijendelegatie huiswaarts. Thuisgekomen konden zij beamen dat het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid op het standpunt staat, zoals uit meer dan 800 studies inmiddels blijkt, dat de betreffende pesticiden schadelijk zijn voor bijen, maar dat dat niet wil zeggen dat ze ook voor de achteruitgang verantwoordelijk zijn. Dat na het snoepen van een paar in dat gif gedrenkte zaden vogels subiet de pijp uit zijn, is uiteraard nog geen sluitend bewijs voor de massale bijensterfte. Zou de hamvraag niet zijn of kapitalisme en duurzaamheid wel samen kunnen bestaan, zou daar ergens de primaire oorzaak van alle ellende liggen? Het schijnt dat de bijen het antwoord nee op die vraag al lang weten. Nu Brussel nog. Hartelijk dank voor deze prachtige column. Maar hoe zit het nu in werkelijkheid? Hoe zit het met de natuur in Nederland? Hoe staat de natuur ervoor? En hoe staat het vooral ervoor met de boerenlandvogels? Ik heb hier maar eens even een vraagteken achter gezet. En dat komt, als je praat over hoe het met de boerenlandvogels staat, dat je daar verschillende verhalen over kan vertellen. Als we denken aan het boerenland, denk ik dat er nog veel mensen in Nederland iets als dit voor zich voorstellen. Een beetje een idyllisch plaatje, een mooie oude boerderij, koeien in de wei, fietspaden daartussen, vogeltjes die fluiten om ons heen. Dat is het boerenland. De werkelijkheid is een tikkeltje anders in de meeste plaatsen. De werkelijkheid is dat gedurende de afgelopen pak een beetje 100 jaar, dat land ingrijpend veranderd is. Er is een schaalvergroting opgetreden. Er zijn natuurgebieden verdwenen, dan nog verkleind. Bloemrijke randen langs sloten en akkers zijn kleiner geworden of verdwenen. Houtwallen zijn er niet meer. En dat heeft tot gevolg gehad dat de boerenlandvogels, populatie van boerenlandvogels, sterk is achteruit gegaan, misschien wel gedecimeerd. Dat is één deel van het verhaal. En je kunt ook een ander verhaal vertellen. Het verhaal vertellen dat er verbeteringen aan het optreden zijn.
En dat er de laatste jaren daarin een stabilisatie en misschien wel een herstel aan het optreden is. Zodat vogels typisch van het boerenland uiteindelijk toch hun plek weten te vinden. En dat populaties weer opkrabbelen. Het komt door maatregelen die we hebben genomen. Omdat we goed zorgen voor onze natuurgebieden. Maatregelen als verbindingen die we aanleggen lijken effect te hebben. Een aantal jaren terug, uitgaande van deze trend, hebben wij hier vanuit de Radboud samen met onze partners van Sovon een project geformuleerd. Om te kijken of deze ontwikkeling die ik net heb geschetst, of die duurzaam is. Wat kunnen we nou verwachten ten aanzien van dat nog wat fragiele herstel op het moment dat we te maken krijgen met klimaatverandering, met meer klimaatextremen? Hoe zouden we gunstige ontwikkelingen kunnen stimuleren ten aanzien van landgebruik? Sovon, hier op campus, hier vlakbij, onderdeel van Natuurplaza, heeft voortreffelijke gegevens, waardoor we die gegevens konden integreren, kijken welke trends daarin zichtbaar zijn en kijken of we voorspellingen zouden kunnen doen wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat leek ons een prachtig project en NWO was het daarmee eens. En dat project is gehonoreerd en we zijn een paar jaar geleden van start gegaan. En toen kwam dit op ons pad. Dit is een resultaat van metingen gedaan door de waterschappen in Nederland. Waarbij ze de concentratie van dit insecticide, imidacloprid, staat weergegeven. En u ziet hier de balk. Als het zo'n beetje blauw is, dan zijn dat achtergrondwaarden. Er zit nauwelijks iets in. En als het diep rood is, dan zijn de concentraties heel erg hoog. Waarom werden we hier nou door getriggerd? Nou, wat is imidacloprid? Het is een insecticide, behoort tot de neonicotinoïdes. Daar zit het woord nicotine in. En voordat dat in de tabak ging, die nicotine, was het al heel lang een afweermiddel tegen fraat van een aantal planten. Daar is nu een neonicotinoïde van gemaakt. En het neo zit hem daarin dat het werkzame middel wat veranderd is en veel persistenter is geworden. En het is een middel wat specifiek gericht is op insecten. Het pakt het zenuwstelsel van insecten aan, wat een heel ander zenuwstelsel is dan het zenuwstelsel van ons. Het is geïntroduceerd midden jaren 90 en een van de meest gebruikte insecticiden ter wereld op dit moment. En wat blijkt nou, dat wordt toch in behoorlijke hoeveelheden, niet op alle plekken in Nederland, maar op een aantal plekken, wordt dat in het oppervlaktewater aangetroffen. Waarom werden we hier nu door getriggerd in deze studie? Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat is heel simpel. Een groot deel van onze boerenlandvogels zijn heel sterk afhankelijk van insecten. Op het moment dat zij die insecten niet kunnen vangen, dan praat het echt over echt bulkvoedsel, vliegjes, muggen, dat soort beesten. Op het moment dat ze die niet kunnen te pakken kunnen krijgen, dan gaat het mis. Dan kunnen ze hun jongen niet grootbrengen, treedt er sterfte op. Ze zijn er echt van afhankelijk. En dat riep natuurlijk meteen de vraag op van, nou ja, als dat spul zo sterk in het water terechtkomt, en er waren al aanwijzingen dat daardoor ook waterinsecten worden beïnvloed, zou het dan niet zo kunnen zijn dat ook de vogels daarvan last hebben? Nou, dit nog even als zijsprong van waarom zit het nou zoveel in het water? We hebben hoge concentraties gezien. Een van de manieren waarop dit insecticide wordt toegediend is als een coating rond het zaad. Dat zaad wordt dus uitgezaaid. En dan blijkt maar een relatief klein deel blijkt daadwerkelijk in het gewas terecht te komen waar het zijn werk doet. Een groot deel verspreidt zich in de bodem. Wordt uitgespoeld naar sloten en plassen. Het komt in akkerranden of misschien zelfs in bossen terecht waar het wordt opgenomen. Het komt natuurlijk in de bodem terecht waar bodeminsecten aanwezig zijn.
Dit is één manier waarom het in de omgeving komt. Een andere manier zijn de kassen. Het wordt heel veel in kassen gebruikt. En die kassen die lozen hun water van tijd tot tijd met hoge concentraties van dit middel daarin. Maar dat gaat ongefilterd gaat het oppervlaktewater in. Dat is de reden waarom we het zoveel zien. En wat er daarna gedaan moet worden, dat is weer een tweede. Goed, veel van dit insecticide, maar niet overal in Nederland. Nou hebben we in Nederland het telnetwerk van Sovon is verspreid door vele honderden vrijwilligers die overal in Nederland populaties van vogels tellen. En nou ja, goed, dat is, hier zien we al die populaties. Sommige zijn wat groter en andere wat kleiner. Die liggen helemaal verspreid. Sommige in het oosten, dan weer in het westen. En wat we nu gedaan hebben, we hebben 15 vogelsoorten genomen waarvan we weten dat ze afhankelijk zijn van die insecten. En hier staan ze alle 15. En er staan hele bekende bij, zoals de spreeuw en de boerenzwaluw. En misschien wat andere die misschien wat minder bekend zijn. Maar dat zijn allemaal relatief algemene vogels van het boerenland. Goed, we hebben dus een plaatje van Nederland waar dit insecticide in het water voorkomt. En we hebben een plaatje in Nederland waar onze boerenlandvogels voorkomt. En op basis van de tellingen van Sovon weten we of zo'n populatie toeneemt, dan gaat het goed, of afneemt, of misschien gelijk blijft. Die twee hebben we over elkaar gelegd. En dit is wat eruit kwam. Hier zien we diezelfde concentratie van imidacloprid zoals die gemeten is. Hier zien we de nullijn. Populaties op deze nullijn nemen niet toe en nemen niet af. En dan blijkt dat populaties alleen in gebieden waar relatief geringe concentraties voorkomen van dit insecticide. Daar vinden we in het algemeen populaties die toenemen. En naarmate de concentratie in het oppervlaktewater groter is, nemen die populaties verder af. Dit hadden we niet verwacht. We hebben als team veel kennis over wat er met deze vogelsoort aan de hand is. We weten welke factoren erbij een rol spelen. En nu blijkt in één keer dat vlekkenpatroon wat we in Nederland zien, er zijn plekken waar die populaties het relatief goed doen, er zijn plekken waar ze het slecht doen, dat hiermee samenhangt. Dat was een behoorlijke schok. En die afname, dat is niet gering. Als we dit stuk nemen, dus het stuk waar die afname is, en we berekenen de gemiddelde afname van de vogelpopulaties, dan zit dat op 3,5% per jaar. Nou, hoeveel is nou 3,5% per jaar? Nou, laat ik u dit vertellen. Als u geld op de bank met 3,5% per jaar achteruit gaat, dan zegt u, daar moet wel als de bliksem iets aan gedaan worden. Dat zeiden wij ook. Hoewel, op dit moment eigenlijk nog niet eens. Want toen we dit vonden, en dat was eigenlijk voor Ajo Kasper Halman, hij staat achterin, die dit allemaal heeft uitgevoerd. Voor hem was dit relatief een koud kunstje. Toen, dat was eigenlijk niet het einde, maar dat was eigenlijk het begin. Want zo'n negatieve correlatie, die kan door allerlei andere factoren verklaard worden. Misschien is er in die gebieden waar veel gif is ook wel iets totaal anders aan de hand. Wat verklaart dat die vogels achteruit gaan. We zijn nog heel erg lang bezig geweest om te kijken of het niet ergens anders aan kon liggen. En dat is een lang en ingewikkeld verhaal. En ik laat alleen even deze zien. Waar het bijvoorbeeld aan kan liggen is als in die gebieden waar veel van dit gif in het water zit, als er bijvoorbeeld ook veel meer bebouwing is opgetreden, urban area, of er meer gebied braak ligt, als er meer stikstof wordt gegeven, als er meer kassen staan, als er meer mais is. Dat zijn allemaal zaken die deze trends zouden kunnen verklaren, als dat het geval is. Nu wil het feit dat gemeentes is in Nederland deze zaken bijhouden. Die zijn keurig bij het CBS geregistreerd. En wat we hebben gedaan is deze effecten meegenomen. Nou, het uiteindelijk resultaat, dat is hier te zien. Hier staat de relative effect size, dus het relatieve effect op de voor- of achteruitgang van deze vogels.
En wat blijkt dan het geval te zijn? Ook als je hiervoor corrigeert, dan blijkt imidacloprid toch veruit de belangrijkste verklarende factor te zijn. Nou, op basis hiervan en nog een aantal andere tests die we hebben uitgevoerd, dachten we, aha, maar dan weten wij het ook niet meer. Dan weten wij ook niet meer hoe we het moeten verklaren. Met alle kennis van deze statistiek en alle kennis van de vogelpopulaties, zoals die bij zoveel aanwezig is, snappen we niet dat dit ergens anders aan kan liggen dan aan de verspreiding van imidacloprid. En ja, misschien is het ook helemaal niet zo gek. Als we zien hoeveel van dit middel in het water komt, waar bezorgdheid over is, als we zien dat het specifiek gericht is op insecten, en we hebben vogels die afhankelijk zijn van die insecten, ja, dan is het misschien helemaal niet zo gek dat dit effect daadwerkelijk aanwezig is. Op basis van deze studie, het is een correlatieve studie, kunnen we niet een oorzakelijk verband leggen, maar het is wel een sterke aanwijzing dat er iets aan de hand is. Nou, is dat effect nou even groot voor alle soorten? Nou, dat is het niet. Er zit natuurlijk altijd veel variatie in het geheel. En hier zien we die relaties voor die 15 verschillende soorten. Een soort als de boerenzwaluw is dat effect vrij sterk. Een soort als de spreeuw is het sterk. Een soort als de ringmus is het sterk. Uiteindelijk is het een negatieve correlatie van 14 van de 15 verschillende soorten. En ja, waarom zit daar nou zoveel spreiding in? Ja, dat weten wij ook niet. We weten ook niet precies hoe het werkt, hoe dit effect tot stand komt. Ik vergelijk het wel eens daarmee. Het is altijd heel lastig als je ziet hoeveel spreiding het zit. Blijkbaar, weet je wel. Hoe kan het nou zo zijn dat deze populatie van de roodborsttapuit, bij behoorlijk hoge hoeveelheid imidacloprid, het toch zo goed doet? Ja, dat weet ik ook niet. Het beste kun je dat met het volgende vergelijken. Ik denk dat wij allemaal het eens zijn over het feit dat roken slecht is voor onze gezondheid. Hoeveel mensen kennen niet die ene opa die 90 jaar is geworden terwijl die rookt als een ketter? Probeer het maar te verklaren. Weet ik niet. Nou, die opa die zit hier. Dat is die opa. Ik weet ook niet waar die vandaan komt. Daar zou je naar kunnen gaan kijken, ja. Net zoals je naar die opa kan zien van, ja, hoe kan het nou toch zo zijn dat je nog zo gezond bent? Ondanks die 2 pakjes per dag. Zijn er niet zoveel, maar toch. Dat is wat we dus in deze studie zien. Goed, Lisbeth zei het al, het heeft gelijk heel veel aandacht gekregen. Dit is een compilatie van de Vox. Van slechts het aantal sites waar het tevoorschijn kwam. Ik moet zeggen, het heeft me ergens wel. We wisten natuurlijk wel dat deze studie wel iets bij te brengen had in de hele discussie. Maar goed, er waren al een enorme hoeveelheid papers verschenen en discussie geweest over de werking en de effecten van imidacloprid. De hele bijendiscussie, vandaar de titel van dit actualiteitencollege, is een hele prominente geweest. En toch lijkt het erop alsof het moment dat je laat zien dat het iets met vogels te maken heeft, dat iedereen nog veel emotioneler wordt. Alsof het dichter bij onszelf komt. Alsof het de waarde van onze eigen leefomgeving in het gedrag komt. Soms emotionele discussies op blogs of fora, die me toch wel enigszins verbaasd hebben. Belangrijk is wel, denk ik, dat door nu een relatie te leggen met het insecticide en de echte veldsituatie, ik denk dat dat misschien wel het bijzondere is wat we hebben kunnen laten zien, dat er ook toch ook wel een heleboel actie optreedt. En ja, die actie is misschien het beste met deze titel aan te geven. Dit is het hoofdredactioneel commentaar van Nature zelf, met de titel Be Concerned. Als je dit zou lezen, zeggen ze ook heel duidelijk, het is een correlatieve studie, maar het is een bijdrage aan de bewijsvoering. Wat hier mogelijk aan de hand is, het is consistent met een aantal andere studies. Met andere woorden, be concerned. Wees bezorgd. Wees alert. En dat is ook inmiddels door de politiek en de beleidsbeslissers als zodanig opgepakt. Waardoor de hele discussie een nieuwe impuls heeft gekregen. We zullen zien welke kant het op gaat. Wij volgen dat natuurlijk.
Al is het een discussie die wat buiten ons blikveld optreedt, want wij zijn geen toxicologen. Wij werken niet met dit middel zelf. Het is eigenlijk ons een beetje in de schoot geworpen. We zullen zien welke ontwikkeling gaat gebeuren. Dankjewel. Dankjewel Hans. Schuif meteen aan, want ik ga je vragen stellen, maar eerst even een beetje water inschenken. Zo. Ja, misschien, ik vond je lezing heel interessant, ik heb er van alles van opgestoken, maar ik zou graag nog even willen weten, wat is nou precies de relatie tussen de sterfte van de bijen en de sterfte van de vogels? Nou, die vogels die eten in het algemeen geen bijen. Nee. Die eten in het algemeen mee andere insecten. En wat dat betreft is daar ook geen directe relatie. Dat is eigenlijk een onafhankelijk spoor. En dat komt omdat het een insecticide is wat direct gericht is op schadelijke insecten in eerste instantie. Mm-hmm. Maar goed, er zijn dus meer en meer aanwijzingen dat ook niet schadelijke insecten worden beïnvloed. De bijen dus. Ja. En een andere groep van niet schadelijke insecten waar onze vogels van afhankelijk zijn, die lijken ook beïnvloed te worden. En als gevolg daarvan zien wij dus, dat is eigenlijk dus de relatie die erin zit. Die is indirect. Die is zeer indirect. Ja. Je bent plantenecoloog van huis uit. Dat is een beetje raar, hè? Ja, hoe kom je bij de vogels? Hoe kom ik bij de vogels? Ik kijk wel eens vaker vogels, ook al vrij lang al. Maar dat is niet direct de link. Ik ben plantenecoloog, maar ik heb, grofweg heb ik twee onderzoekslijnen. Een ervan is puur planten, experimenteel, van alles en nog wat. Mm-hmm. En een andere lijn, al sinds mijn studie, is een studie gericht op populaties. Nou, dat is een studie met statistiek en modellen. Wat ik voornamelijk heb toegepast over de jaren heen op plantenpopulaties. Mm-hmm. Maar de modellen en de statistiek die we gebruiken is wat we zeggen generiek. Yeah. Je kunt dat op allerlei manieren kun je dat toepassen. En op het moment dat je met specialisten werkt, zoals wij nu met Sovon doen, weet je, dan heb je, dan kunnen wij de modellenkant kunnen wij dan inbrengen. En de veldkant, hè, dus de kennis van de vogel zelf, die wordt door onze samenwerkingspartners ingebracht. Ja. En dan heb je een hele mooie combinatie. Dus dat is eigenlijk toeval dat je het nu... Ja, het is ergens toeval, maar ik moet zeggen, toen Sovon een aantal jaren terug hier op campus kwam, toen was de link snel gemaakt. Mm-hmm. Ze hebben echt uitstekende gegevens. Ja. En een geweldige kennis van wilde vogelpopulaties. Daar hebben wij een stukje theorie en modellen naast kunnen zetten. En dat, dat blijkt een hele, echt een uitstekende combinatie te zijn. En waarom populaties? Waarom niet andere vormen van samengaan van dingen? Waarom richt jij je op populaties? Ja, kijk, populaties en wat erachter zit. Mm-hmm. Dus, je praat dan over demografie, je praat over geboorte en sterfte. Ja. Nou, als je praat over demografie, dan denkt iedereen aan humane demografie. Mm-hmm. Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Hoe wordt de levensopbouw van onze menselijke populatie? Precies datzelfde kun je doen met planten, kun je doen met wormen, met walvissen en met vogels. Ja. En op het moment dat ik weet hoe zo'n populatie ongeveer in elkaar zit, dan kunnen we daarmee rekenen. En dan is het heel interessant om te zien, waar gaat zo'n populatie naartoe? Hoe reageert die op schommelingen? Ja, met populaties kun je makkelijker kwantitatieve gegevens verkrijgen. Dat is 100% kwantitatief. Ja. En ik vind dat een heel boeiend veld. Omdat natuurlijk uiteindelijk hoe de natuur er buiten uitziet helemaal afhankelijk is van hoe populaties van bepaalde soorten het doen. Ja, en daarmee krijg je dus ook makkelijker harde resultaten. Dat hopen we, maar voorspellen is altijd heel erg moeilijk. En de manier waarop wij dat doen, en daar zijn die als je 30 jaar gegevens hebt over allerlei schommelingen, waarbij je weet dat er weerseffecten en zo zijn geweest, en je kunt dat goed analyseren, en met behulp van die modellen kun je dat, je kunt kijken waar dat vandaan komt, welke onderdelen in de levenscyclus, de geboorte, de sterfte, de reproductie, welke daar het meest van afhankelijk zijn. Nou ja, daar kun je heel veel te weten komen over wat zo'n populatie reguleert. En daarmee kun je ook een klein beetje naar de toekomst kijken. Ja, maar je zei zelf al, eigenlijk zo'n onderzoek kun je alleen maar een correlatie berekenen. En je kunt in ons geval,
Inderdaad, en dat is natuurlijk ook de kritiek van bijvoorbeeld Bayer, van dat is alleen maar een correlatie. Is het überhaupt mogelijk om causale verbanden te onderzoeken? Het is heel interessant om te kijken hoe die wereld in elkaar zit. Er wordt natuurlijk heel veel werk gedaan aan dit insecticide. Er zijn al zo'n 800 studies verschenen. En het overgrote deel van die studies is experimenteel. Je dient dat middel toe en je kijkt hoe insecten reageren, je kijkt hoe vogels reageren. Ja. En op die manier kun je ook een stuk bewijsvoering gaan opbouwen. Ja. Op het moment dat je dat experimenteel doet, in deze geval geef ik het wel, in die geval geef ik het niet en ik zie een verschil, maar dan heb je wat in handen, dan weet je dat het daaraan ligt. Ja. Je hebt het gecontroleerd. Ja. Daarmee is een heleboel goed werk gedaan. En we hebben dat werk natuurlijk ook goed bekeken van tevoren. Alleen daarmee heb je nog niet de complexiteit van de veldsituatie. Nee. Om dit op grote schaal in het veld te doen, zou de helft van Nederland zou je dat spul wel moeten geven en de helft niet. Ja. En verder zouden we, die twee helften van Nederland zouden precies hetzelfde moeten zijn. Maar zo mogelijk. Maar om echt te kunnen zeggen, nou, dit is dus de oorzaak van dat. En dus moet er iets gebeuren. Is het noodzakelijk om zo'n causaal verband, wat misschien wel niet aan te tonen is, zal in ieder geval een criticaster altijd beweren, is dat nodig? Een aantal reacties op ons verhaal van verschillende hoeken, die hadden één gemeenschappelijke noemer. Mm-hmm. En die gemeenschappelijke noemer was, how much evidence do we need? Ja. En dat is denk ik het enige antwoord wat je op deze vraag kan geven. Ja. De enige manier om erachter te komen van, gebeurt er werkelijk wat in het veld, is werkelijk een combinatie van bewijsvoering. Ja. Ik denk dat wij daar met deze veldstudie, omdat we unieke gegevens hebben in Nederland, waarbij dit soort dingen allemaal gemeten kunnen worden, denk dat we vanuit de veldsituatie een bijdrage hebben geleverd. Weet je, over een groot gebied, heel Nederland, met al zijn reis en al zijn andere factoren die erbij een rol spelen. Maar het is geen oorzakelijk verband, het is geen bewijs in die zin. Nee. Alleen, het ligt wel in de lijn met een aantal andere studies, die, laat ik zeggen, vanaf de andere kant wijzen van, dat zou toch haast wel effect moeten hebben in het veld. Dus ik denk op die manier moet het plaatje compleet worden. Denk jij, en vind je het ook interessant eigenlijk, dat het politieke bijvoorbeeld, of in ieder geval concrete handelingen in werking gaat zetten bij de politiek, bij organisaties, bij... Ik noemde net de vergelijking van die 3,5%. Wat betekent dat nou? Ja. Op het moment dat je ziet dat in grote gebieden in Nederland dat die vogels zich niet herstellen, sterker nog achteruit gaan met een dergelijke snelheid, dan roep je wel van er moet nu wel iets gebeuren. Ja. Die vogelpopulaties, dat is ons kapitaal. Ja. Dat is net precies wat je net eerder vroeg. Van, weet je, dat zijn die aantallen waarop het herstel van de natuur is gebaseerd. En als dat dan met 3,5% per jaar achteruit gaat, en dat hebben we ook gezegd, van jongens, daar moet iets aan gebeuren. Er moet wel iets gedaan worden. Ja. Wat er dan vervolgens gedaan moet worden, dat vind ik veel lastiger. Ja. Dus een antwoord op je vraag, we zijn blij dat in elk geval die boodschap serieus wordt genomen. En dat er nu serieus, dat het een nieuw impuls heeft gekregen om te kijken van, wat kunnen we nu werkelijk gaan doen? Ja. Want misschien hebben we in de afgelopen 50 jaar misschien inderdaad gezien dat, dat al die processen heel erg complex zijn. Dus de complexiteit van de problematiek is misschien toegenomen. Maar ook ons inzicht in wat de samenhangen tussen wat zijn en wat we misschien moeten gaan doen. Heb jij dat als onderzoeker ook zo ervaren? Ik denk het wel. Er wordt echt heel veel werk gedaan aan allerlei verschillende aspecten. Ja. En ik denk uiteindelijk, dat is denk ik in mijn vakgebied sowieso, moet je toch de kracht van verschillende benaderingen tezamen gebruiken. Ja. Er is nooit alleen maar één oplossing. Er is nooit alleen maar één manier waarop je erachter kan komen hoe het werkelijk zit. Je zult toch de kracht van die benaderingen moeten gebruiken. Ja. Ben je nu heel erg blij met de uitkomst en ook met de publiciteit rond deze studie? Of frustreert het je ook dat er nog geen hele harde acties uit voort zijn gekomen? Ik denk dat het daar nog een beetje te vroeg voor is. Het is nog geen 2 maanden geleden dat het verhaal is uitgekomen. Met de zomerperiode ertussen. Binnen 2 dagen had Dijksma het opgepakt. Ik bedoel, dat hadden we eigenlijk nooit verwacht. Nee. Dus het lijkt erop dat onze boodschap serieus wordt genomen. En daar zijn we heel erg blij mee. Er zijn allerlei discussies in het land over
ja, over dit middel, over de hoeveelheid waarmee het in de natuurlijke omgeving terechtkomt, wat eraan gedaan kan worden. Ja. Waterschappen praten erover, provincies praten erover. Nou ja, een beetje overweldigend, maar ja, wel heel goed dat dat gebeurt. Ja. Nou is Nederland natuurlijk een klein, relatief klein, ja, gebied. Hè? Ja. Zijn er onderzoeksresultaten uit andere Europese landen of elders ter wereld? Ja, daar wordt eigenlijk wel over de hele wereld naar gekeken. Ook in Amerika heeft het heel veel aandacht. Mm-hmm. En ook daar hebben we veel reacties van gekregen. Ja, een soortgelijke resultaat? Ja, maar in Nederland is wel uniek. Hè? We hebben in Nederland de unieke situatie dat we die vogelpopulaties in grote dichtheid zeer nauwkeurig monitoren. Ja. In combinatie met wat de gemeentes doen, in combinatie met dus de metingen van insecticiden. Ja. En dat maakt dat we hier dit soort verbanden hebben kunnen onderzoeken, ja, waar dat gewoon elders niet mogelijk is. Ja. Omdat het simpelweg dat soort... Ja, precies. Ja, en je moet ook lange meetseries hebben, ja, anders kun je dat niet doen. Ja. Het is echt een combinatie van hele goede dataverzameling. Ja. En ja, ik zou niet weten waar elders in Europa of in de wereld dat op deze manier gecombineerd kan worden. Ja. Ja. Terwijl de effecten daar waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Ja. Ja. Ik kijk heel even naar het publiek of daar vragen zijn. Die meneer op de tweede rij, er komt een microfoon naar u toe. Hans, het is natuurlijk een prachtig werk met een mooie impact, maar je bent natuurlijk het meest met kritische vragen word je vooruit geholpen. Wat me verbaasde bij een van de grafieken die je liet zien, de relatie dus met imidacloprid en een van de andere factoren, verschillende andere factoren. En dan zou je toch verwachten dat die gebieden waar veel van die neonicotinoïden worden gebruikt, dat die dus ook die correlatie doen laten zien. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in de kassengebieden in het Westland, daar vind je geen correlatie. Je vindt in de boldevelden geen correlatie met die achteruitgang en je vindt in de maisgebieden, ja, geen correlatie. Hoe is dat te verklaren? Ja, de reden daarvoor is de volgende. Natuurlijk is het zo dat er gebieden waar veel imidacloprid gevonden wordt, dat je zag het voornamelijk, weet je wel, in het westen en in de kassengebieden in het oosten. Daar vinden we het meeste. Dat daar bijvoorbeeld meer kassen is, meer bebouwing, minder natuurgebieden, dat soort zaken. Alleen, waar we naar gekeken hebben, is het volgende. We hebben gekeken naar een relatief recente populatietrend van zeg maar 95 tot 2010. Nou, iets recenter, zeg maar de jaren 2000. We hebben gekeken of die populaties over die trend toe of afnemen. Vervolgens hebben we gekeken of er in die gebieden ook veranderingen in kassengebruik, maisakkers, bebouwing en noem het maar op. Of in die periode daar een verandering is opgetreden die dat zou kunnen verklaren. Dus op het moment dat er weinig kassen aanwezig zijn, goed, kan het zijn dat je een kleinere populatie hebt, maar dat verklaart niet die achteruitgang. Dus we hebben echt naar veranderingen gekeken om goed met elkaar te correleren. En of die veranderingen zijn, of de introductie van imidacloprid in 1995, of dat de beste verklarende factor is. Zie je, dus het is niet de absolute hoeveelheid, maar de veranderingen in. Nog meer vragen? Meneer op de tweede rij met het gele shirt. Ja, ik heb een vraag. Werkt het nou eigenlijk via het zenuwstelsel van de vogel, of is het gewoon dat de vogel minder te eten krijgt? Of is het beide? We weten op dit moment niet wat de werkelijke oorzaak is. Er zijn toxicologische studies gedaan aan imidacloprid met betrekking tot vogels. Dus een handjevol studies zijn er daarvan. En dan zie je dat het aanzienlijk minder giftig is voor vogels, rechtstreeks giftig is voor vogels dan voor insecten. Maar het is ook niet zo dat het helemaal onschadelijk is op het moment dat ze maar genoeg gekookte zaden zouden eten. Dus dat zou kunnen. We kunnen daar niet een uitspraak over doen. Wat we vermoeden, aangezien er natuurlijk andere aanwijzingen zijn dat er ook de insecten in de natuurlijke omgeving worden benadeeld, dat die populaties eruit gaan, vermoeden wij dat het echt een verhongeringseffect is. En dat wordt ook bevestigd door
mensen die gedetailleerd populaties volgen, die zien van, ja, volgens mij, weet je, dan krijgen ze gewoon te weinig te eten. Dat zijn mensen vaak die heel goed gedetailleerd kijken. Maar precies weten we dat nog niet. Er was geloof ik een vraag op de eerste rij. Ik heb eigenlijk deze vraag. Hè, u bent redelijk gelukkig met dat het SOFON zoveel onderzoek heeft gedaan, waardoor u dus hier die relatie kon leggen. En u beperkt u daardoor ook tot vogels die insecten eten. Maar er zijn natuurlijk, het is natuurlijk ook bekend dat onze weidevogels zo hard teruglopen. En ik zou zelfs kunnen stellen dat onze hazenstand namelijk dus ook belangrijk terugloopt. Dat moet u als plantenecoloog natuurlijk ook buitengewoon interesseren. He, want uw terrein is veel breder dan namelijk dus... Ja, nee, dat is ook interessant. En dat is vaak ook een combinatie van factoren die een rol speelt. We hebben ons op vogels geconcentreerd omdat wij uitstekende vogelgegevens hebben. Maar het is absoluut zo dat er natuurlijk ook andere diergroepen zijn die afhankelijk zijn van insecten. En ook daar denk ik dat eens verder naar gekeken moet worden. Al zijn de gegevens voor de vogels echt veel beter dan voor de anderen. Dus ja, daar kun je ook meer mee doen. Ja. Meneer met een paarse trui. Komt een microfoon. Daar, derde rij. Dankjewel. We bestrijden natuurlijk die insecten niet voor niks. Het gaat over voedselproductie. Ja. In welke mate is onze wereldvoedselproductie afhankelijk van het gebruik van deze neonicotinoïden? Met andere woorden, welke relatie is er tussen vogelsterfte en honger? Ja, dat is natuurlijk een heel ethisch punt wat je aanboort. Ik weet het niet. Ik heb me daar zelf nooit in verdiept. Ik hoor daar verschillende geluiden van. Er zijn geluiden die zeggen van nou, we kunnen best zonder. Dat levert wel een klein beetje reductie op, maar dat stelt eigenlijk allemaal niet zo gek veel voor. Er zijn andere geluiden die zeggen van ja, maar dit is, als dit middel verdwijnt, dan moet er als de bliksem een ander middel komen. Want anders gaat het helemaal mis met onze voedselproductie. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat in elkaar zit. Ik denk wel dat als dit middel verdwijnt, als plantecoloog weet ik inderdaad dat gewassen beschermd moeten worden. Anders worden ze absoluut opgegeten. En ik ben realist genoeg om te weten dat er andere middelen komen. En God mag weten wat dat allemaal met zich meebrengt. Dus dat zijn de twee kanten van het verhaal. Is dat een pessimistisch geluid? Dat je nou, laten we het maar houden bij wat we hebben, want... Nee, we moeten het zeker niet laten houden bij wat we het hebben. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat deze groep van pesticiden nu kritisch tegen het licht worden gehouden. Om vervolgens te kijken, met z'n allen, in dialoog, iedereen die erbij betrokken is, laat ik zeggen, een erkenning van het probleem. En vereende inspanningen om te kijken wat daar de beste oplossing voor is. Ja. Kijk, neonicotinoïden zijn binnengehaald als een wondermiddel. Het is natuurlijk wonderbaarlijk als je ziet dat in kleine hoeveelheden opgenomen kan worden. Zich verspreidt door de plant en die plant is vervolgens in zijn geheel beschermd. Alleen door insecten die ervan eten. Nou, hoe mooi kan je het hebben? De werkelijkheid blijkt toch een heel stuk weerbarstiger te zijn. Die moet je denk ik onder ogen zien. Maar wel met z'n allen om te kijken wat eraan gedaan kan worden. En ik zeg al dus met een zeker realisme, wat mij betreft althans. Ja. Om te zien wat daar de beste oplossing voor is. Maar denk je dat deze resultaten van de studie en deze ecologische crisis te vergelijken is met bijvoorbeeld de DDT-crisis in de jaren 60? Ja, die vergelijkingen zijn verschillende keren gemaakt. Er zitten gelijkenissen, al zijn die wel een beetje gevaarlijk. Want het is een DDT is een totaal andere situatie met een totaal ander middel. De gelijkenis zit hem hierin dat er toen in die tijd ook gedacht werd van nou, we hebben hier een wondermiddel te pakken. Weet je wel, je kunt nog deze oude posters ophalen dat er vrolijk met DDT werd rondgestrooid van jongens, het is de oplossing voor alles. Ja. Terwijl er iets gebeurde wat niemand had voorzien. En hier zien we ook een middel, goed over na is gedacht, dat is een wondermiddel is binnengehaald en verdraaid, er gebeurt iets wat we niet hadden voorzien. Ja. En in een
ja, ook nu moeten we dat, die geluiden, denk ik heel serieus. Ja, wonderen bestaan niet. Dus misschien ja, maar ja, als je binnen de ecologie werkt, dan weet je dat wonderen niet bestaan. Ja. Nee, dat is helaas wel het geval. Nee. Zijn er nog vragen? Eén vraag. En dat is dan ook meteen de laatste vraag, want ik begrijp dat de tijd om is. Ja. Hans, allereerst hartstikke goed onderzoek en heel interessante uitkomsten wat dat betreft. Wat ik me nog wel even afvraag, wat opvallend was aan die grafieken met al die verschillende vogelsoorten, dat met name de vogelsoorten van moerassen, rietvegetaties, die de soorten die eigenlijk directe binding hebben met het water, dat die over het algemeen een veel kleinere afname lieten zien dan de soorten die van kleinschalig cultuurlandschap en meer boerenlandvogels. En nou, wat ik mij daar... enerzijds lijkt het te impliceren, hè, dat het iets te maken heeft met de concentraties in het water, het oppervlaktewater. Nou, daar kun je allerlei dingen bij stellen. Daar zou je qua hypothese toe kunnen passen dat je eigenlijk kunt denken dat juist die soorten die een directe binding hebben met open water, dat er misschien nog meer effecten zou verwachten. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, of er ook gekeken is qua controlegroepen, naar bijvoorbeeld niet insecten etende vogels in hetzelfde gebied, of misschien inderdaad de klassieke weidevogelgroep. En of er ook gekeken is naar een controlegroep met betrekking tot de overige middelen, die ook in zeer hoge concentraties in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Nou, er is een heel verhaal over te zeggen. Dat is niet gedaan. Dat kan voor een deel, maar er zitten allerlei haken en ogen aan. Dat gaat nu een beetje te ver, denk ik, om dit gezelschap om dat uit te leggen. Het zijn natuurlijk zaken waar we ook aan gedacht hebben. En die voor een deel wellicht in de toekomst nog extra uitgevoerd kunnen worden. Vooralsnog hebben we deze relatie gevonden. We hebben een heleboel controles ingebouwd. Om zeker te weten dat deze relatie robuust is. Wat dat betreft hadden we voldoende massa om dit naar buiten te brengen. En die gegevens die staan. Er zijn ook een heleboel zaken die we kunnen bekijken. Absoluut. Misschien om af te sluiten wil ik nog graag even de vraag van Leon uit zijn column herhalen. Waar je dan in één woord op mag reageren. Namelijk, kunnen duurzaamheid en kapitalisme samengaan? Zal wel moeten. Zal wel moeten. Ja. Oké. Okay. Dankjewel Hans de Kroon voor je interessante lezing en het gesprek. Dankjewel Leon Wekker ook voor je komst. En u allemaal bedankt voor je aanwezigheid. De volgende keer.